Heb je het nieuws gehoord over die spoorloos verdwenen jongen in de luchtballon? Toen ze de ballon eindelijk vonden, bleek hij er niet in te zitten. Hij had zich gewoon ergens verstopt terwijl iedereen hem aan het zoeken was. Achteraf ging het gewoon om een hele stomme grap. Gelukkig zijn er ook luchtballonnen waar je wel veilig in kan varen. Ernst gaat vannacht kijken hoe het aan toe gaat bij een luchtballonnenwedstrijd.